Let's feel gentle. Let's feel gentle. Let's feel gentle. Let's feel atompal. Let's feel atompal. Zo klonk het de hele avond door gisteren bij de verkiezing van de Surinaamse Politiebond. De vernieuwingsbeweging VNB haalde grandioze overwinning binnen bij zowel de Politiebond als bij de politiesportcentrale. Het verkiezingsproces onder leiding van Rudy Steinberg was professioneel en transparant opgezet. De uitslag is digitaal bijgehouden en er werd geturfd op een bord. Sergio Gentel werd overtuigende nieuwe voorzitter van de sportcentrale met 674 stemmen, terwijl Milando Atompay maar liefst 946 stemmen op zijn naam liet schrijven en dus de nieuwbakken voorzitter van de bond werd. Na de overwinning gaf Atompay aan dat zij altijd integriteit hoog hebben gehouden. Volgens de nieuw gekozen secretaris Revelino Eik gaat de VNB invulling geven aan hun beloften. De anderen die vanwege de democratie hebben meegedaan, die hebben alles opgezond om ons tegen te werken. Ze hebben alles opgezond om de mensen anders te laten geloven. Maar het mag niet baten. We hebben het gehaald als vernieuwingsbeweging. En daarom willen we de tijd nemen om de man daarboven, de kracht boven alles, te bedanken. Amen. Omdat we zo pas hier staan, wat we are not alone. De Almachtige is met ons. En de Almachtige is ook met KPS. KPS, ik feliciteer u met deze overwinning. En waarmee gaan we door? In elk geval, die maximale belangenbehartiging. Wij hebben in 2016, toen versie 1 aantrad, hebben wij een verkiezingsprogramma opgesteld. Met een aantal zaken, speerpunten die wij zouden aanpakken. Wij hebben bewezen dat wij alle punten die in dat verkiezingsprogramma waren, hebben wij verwezenlijk. Wij hebben nu wederom een verkiezingsprogramma opgesteld. En wij zullen wederom bewijzen dat in de komende 5 jaren wij al deze punten wederom zullen verwezenlijken. Dan praten we over woningbouwprojecten voor onze leden. Teruggaan naar het loon van 2019. We gaan door met het beschermen van de rechtspositie van onze leden. SZF, alle soort zaken gaan we door afmaken. Wij hebben ook gezegd in ons nieuw verkiezingsprogramma, wij gaan de aanzet geven tot de start van een multifunctioneel centrum voor de politie. En het multifunctioneel centrum moet inhouden een politiehospitaal à la het militair hospitaal, een revalidatiecentrum, inclusief een gym, een zwembad, maar ook een recreatiezaal voor actief dienenden, maar ook voor pensioneerden. En er zijn nog tal van zaken die wij hebben gezegd dat wij gaan doen. En we gaan wederom bewijzen dat we dat gaan doen, omdat we het kunnen. We hebben die deskundigen. Het nieuw bondsbestuur bij de politie bestaat verder uit penningmeester Marjorie Peer en commissaris Sergio Gisrow. En de leden zijn Vikash Girau, Juwaisa Branche en Sandia Boudou. Bij deze verkiezing is aangetoond dat de vernieuwingsbeweging een enorme draagvlak heeft binnen het Korps Politie Suriname. Het nieuwe bestuur zit er voor 5 jaar.